presenteren de aanvullingengids 2018-2020. In 2018 lanceerden wij Graphic Novels voor de leeslijst met 55 titels van literaire strips. En nu, 2 jaar later, zijn er alweer zoveel nieuwe graphic novels verschenen dat we daaruit een selectie konden maken van 33 titels. 33 graphic novels! In 2 jaar tijd! Dat is bijna 1,5 graphic novel per maand! En wat valt er zoal over deze titels te zeggen? Welke tendensen in de Nederlandstalige stripwereld reflecteren zij? Wel nu! Maar liefst 17 tekenaars in deze gids hadden nog niet eerder een graphic novel gepubliceerd. Een aantal van hen komt rechtstreeks van een stripopleiding. Bijna een kwart van alle auteurs is vrouw. 2 jaar geleden was dat 20%. 20 jaar geleden was het 5%. Ik weet het nog goed. Ook durven steeds meer uitgeverijen het aan. In deze gids zien we voor het eerst uitgavers van... Van de 33 titels zijn afkomstig van de Vlaamse uitgeverij Oogachtend. Wij spannen ons nu eenmaal graag in voor mooie boeken, speciaal van nieuw jong talent. Bravo Oogachtend! Van Nederlandse zijde is Scratch de koploper met 7 titels. 2 titels zijn verstrippingen van bestaande literatuur. En 2 tekenaars komen maar liefst 2 keer voor. Erik Heuvel, ik heb me te pletter gewerkt. En Michiel van der Pol, en ik heb de cover van de gids getekend. Conclusie, een zeer rijke oogst met veel debutanten. Meer vrouwen dan ooit, door meer uitgeverijen dan ooit. Het gaat bijzonder goed met de Nederlandstalige graphic novel. Welkom allemaal bij de presentatie van een heel bijzonder nieuw gidsje. Namelijk de aanvullingen op de gids Graphic Novels voor de leeslijst. 33 pakkende titels van de graphic novels die verschenen in de periode 2018-2020. Langste titel ooit die ik heb gepubliceerd. En deze gids is een van de zeer zeldzame fysieke exemplaren. Hij zal alleen digitaal, maar wel gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Is het vervolg op deze gids, Graphic Novels voor de leeslijst, die Willard Mans en Bas Schuddeboom en ik 2 jaar geleden lanceerden voor het onderwijs. Daarom ben ik ook trots en blij dat we hier met z'n allen zijn. Willard, jij bent er, zwaai eens. Bas, jij bent er. Ook jij moet zwaaien. En we hebben als zeer speciale gast om het eerste exemplaar aan te overhandigen, Herman Rozen, binnenkort de nieuwe stripmaker des Vaderlands. En nu ben ik het nog, en dit is mijn allerlaatste publieke daad, dus daar gaan we wat moois van maken. Ja, wat kunnen we over deze gids zeggen? De reden dat die bestaat is omdat ik erachter kwam dat er ontzettend veel mooie nieuwe titels zijn verschenen sinds wij 2 jaar geleden de vorige gids lanceerden. En ik dacht van, nou, dat is toch wel mooi om dat nog even op een rijtje te zetten. Ook om aan te geven dat deze gids allesbehalve toonaangevend is. Hij wordt door sommigen in Stripland als een soort kanon beschouwd. Dat was nooit onze bedoeling, toch, heren? Het is een handvat, het is een beginpunt voor docenten Nederlands en hun leerlingen om graphic novels ook op te nemen op de leeslijst, omdat er prachtige titels zijn en heel veel docenten er vaak gewoon niet weten waar ze moeten beginnen en wat nou wat geschikt is en wat niet. Dus vandaar ook de aanvullingen, want ze blijven maar komen, die graphic novels, het afgelopen jaar dus, ik denk wel 40, 50 titels en die hebben wij dan teruggebracht tot een mooie 33 in dit gidsje. En
Voordat ik het exemplaar aan jullie door ga geven, zodat het uiteindelijk bij Herman terecht kan komen, wil ik graag er even één titel uitpikken die ik zelf bijzonder opvallend vind en ook bijzonder geschikt voor het onderwijs. Dat is namelijk deze, Naasten, van Melanie Kerkburg en Niek van Ooyen. En tezamen met onderzoekster Maaike Haan. Deze graphic novel is speciaal tot stand gekomen vanuit de vraag vanuit het Radboud Universitair Medisch Centrum. Deze graphic novel is te scharen onder de noemer Graphic Medicine. Het verzamelt namelijk twee verhalen van mensen die in een mantelzorgsituatie zitten. Een dochter die zorgt voor haar vader die stervende is. En een echtgenoot die zorgt voor zijn echtgenote die aan kanker aan het overlijden is. En de vraag was vanuit de medische wereld dus. Van we willen heel graag verhalen van mantelzorgers ontsluiten op een aansprekende, toegankelijke manier. Nou, wat is daar nou beter voor dan een strip? Dus het bijzondere hiervan is niet alleen dus dat het van buiten de stripwereld eigenlijk tot stand gekomen is. Dat er een vraag kwam vanuit de medische wereld. Maar ook dat het het afstudeerproject is van Melanie en Niek. Die hiermee glansrijk zijn afgestudeerd aan de comic design afdeling van Zwolle. En dit boek wordt dus ook ingezet. Het ligt, als het goed is, in wachtkamers op oncologieafdelingen. Zodat de mensen daar het open kunnen slaan en kunnen zien dat hun verhaal gespiegeld wordt. Dat ze niet alleen staan. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld van hoe strip kan aansluiten bij de maatschappij. Maar het vertelt ook gewoon twee hele mooie verhalen. Van mensen in een mantelzorgsituatie met alle problemen erbij. Van geïsoleerd voelen, van wanhoop. Kortom, dit is voor wat mij betreft echt uit de nieuwe gids een grote, grote aanrader voor iedereen, maar voor het onderwijs speciaal. Want wat voor mooie discussies kan je hier niet over voeren in de klas. Je moet hem niet op die linker plank zetten, want dan gaat hij doorbreken, ben ik bang. Oh ja, hier. Ja, dit is al allemaal. Meerdere keren is het al doorgezakt en opnieuw gestut. Oké, dan moet je hem onderkant zetten zo. Mijn stripverzameling komt nu door onder mijn bureau in de woonkamer. Want het past hier allemaal niet meer bij. Dat is ook een probleem wat jij gaat krijgen als stripmaker des Vaderlands. Denk je? Je stripverzameling loopt nog meer uit de hand. De Q is nog vrij, zie ik daar rechtsboven. Ja, daar kan nog iets bij. Ja, dus de stripmakers met een Q, stuur me uw strips. Goed, dan... Dan wil ik nu graag dit eerste exemplaar van de aanvullingengids doorgeven aan mijn gewaardeerde collega Bas Schuddeboom. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou, het is weer een pracht, moet ik zeggen. Het was ook wel erg leuk om weer aan te werken, om weer heel veel nieuwe graphic novels ook te ontdekken. Want voor mij is het ook allemaal... Ja, niet allemaal bekend. Dus een Medion bijvoorbeeld, Taxi heb ik gelezen, vond ik erg leuk. De Balling van Erik Krieken, prachtig getekend. We hebben De Smokkelaar van Milan Hulsing, was een leuke ontdekking, omdat toch ook weer losjes gebaseerd is op een stukje stripgeschiedenis. Maar waar ik echt blij door verrast was eigenlijk Jaar Nul van Frank Meeuwsen. En dat was, Frank Meeuwsen is een reclametekenaar uit Amsterdam en illustrator. Die is eigenlijk pas recentelijk begonnen met strips maken. Zen zonder meester heeft hij in 2017 uitgebracht. En dit is zijn tweede boek. En dat gaat over zijn prille vaderschap, zeg maar. En hij heeft, net als strips, is hij ook pas na zijn 50ste vader geworden. En daar gaat dit boek ook over. En ik vond dat hij dat op een hele leuke, mooie en liefdevolle manier in beeld bracht. En het speelt zich af in Amsterdam. Dat vind ik sowieso interessant. Ja, en wat vooral naar voren kwam ook in het boek, was zijn twijfels erover. Ik ben natuurlijk al de 50 gepasseerd, dus ik vind het een stuk jonger. En kan het nog wel? En wil ik het ook überhaupt wel? En
ja, dat hele proces wordt eigenlijk heel eerlijk zo in beeld gebracht. Dus dat vond ik erg knap gedaan. Die zou ik ook iedereen met van harte aanbevelen om te gaan lezen. Nou, ik zou zeggen, Willard, jij zal ook wel hartstikke benieuwd zijn inmiddels hoe deze gids Ik kan niet verwachten om dat ding in mijn handen te krijgen. Nou, ik zal hem niet te langer schromen. Ja. Een nieuw boek moet je altijd even ruiken. Heerlijk. De aanvullingen. Ja, ik laat hem even zo zien, dan is hij goed in beeld. Ik heb hem echt in mijn handen. Het goede van dit boek vind ik, en dat gold natuurlijk ook voor de vorige gids, is dat Margreet heeft gedacht, als een van haar taken als stripmaker des Vaderlands, ik moet dat onderwijs binnen zien te komen. En dan vooral ook de leraren die daar werken, leraren Nederlands, om die stripromans op de lijsten van die leerlingen te krijgen. Want wat is het geval? De meeste leraren kennen helemaal geen stripromans. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Want als ze die wel zouden kennen, dan zouden er misschien een paar zijn die zeggen, ja, het is niks voor mij. Nou, niks aan de hand. Blijf lekker vooral bij Beatrice. Maar er zullen er ook heel veel zijn die denken, ja, dit is toch ook prachtig om over te praten, om mee aan de gang te gaan in de les, om die leerlingen in de maag te splitsen en ze dus uiteindelijk ook die boekenlijsten terug te zien. En ja, om ergens iets interessants van te vinden, moet je het eerst in je handen hebben gehad. En daarom is deze lijst zo goed, want er gaan nu weer leraren komen die denken, goh, ik heb helemaal niet, dat niet geweten dat er zoveel mooie romans zijn. En ik had van de week nog een heel mooi voorbeeld daarvoor. Afgelopen woensdagmiddag nam ik deel aan een digitaal college, een werkcollege van 28 leerlingen uit heel Noord- en Zuid-Holland, van allemaal verschillende scholen. Die hadden namelijk zich opgegeven om iets extra's te doen aan de Vrije Universiteit. En dat ging in dit geval over graphic medicine. En ik had ze gevraagd, vraag eens aan je leraar, want die komen dus van een stuk of 25 verschillende scholen. Vraag eens aan je leraar wat hij ervan vindt, stripromans op de lijst, graphic novels op de leeslijst. En afgelopen woensdag kwamen ze vertellen wat het antwoord was. En de meeste leraren kenden helemaal geen stripromans. Er waren er een paar die dachten, oh, je bedoelt Toonder, waar niks mis mee is, hoewel ik het zelf verschrikkelijk vind. En er was één meisje die zei, ja, ik heb een hele leuke leraar, maar die zei, oh nee meisje, dat is niks voor jou. Want ik wil graag in de les aan de gang met symbolen, ik wil op zoek naar diepere lagen, want dat is voor mij literatuur en dat zit er in strips niet. En dat is natuurlijk een groot misverstand, want ook met stripromans, met graphic novels kun je al die dingen doen als leraar die je met boeken zonder plaatjes zou willen doen. Ik heb speciaal gekozen om dat even toe te lichten voor het boek Penelope. Toen ik een jaar of 10 oud was, was ik helemaal weg van de Thunderbirds. En daar zat een vrouw in en die reed in een roze Rolls Royce met dubbele achterwielen. En die noemden wij allemaal Penelope. Maar het schijnt een foute uitspraak te zijn geweest. Een roman, stripperman van Judith van Istendaal. En het is een prachtig verhaal, want het gaat over een arts die zich het schompers werkt in Syrië. En die daardoor haar gezin thuis een tikkeltje moet verwaarlozen. En dat ontwikkelt zich tot een prachtig verhaal. En dat is nou een boek, dat zou ik graag aan die leraar willen geven. Die zei tegen die leerling, ach meisje, dat is niks voor jou. Want in de les wil ik hier lekker op zoek gaan naar diepere lagen. Want in dat boek kun je ook als literatuurvorscher prima uit de voeten. Want Penelope is natuurlijk een verwijzing naar de Griekse mythologie. En daar krijg je een prachtig spiegel in dat verhaal. Er komt ook nog eens een dichter in dat verhaal voor, in de striproman, die van alles nog wat vertelt. Dus ik denk dat die leraar dit boek prachtig zou vinden. Ik zou het graag willen laten zien, maar het is heel gunstig. Ik heb het uitgeleend aan een leerling. Dus dat is natuurlijk prachtig. Wat ik trouwens met de meeste stripromans doe. Ik vind het natuurlijk ontzettend leuk dat ik in dit trio stripgeweld als nederig docent. En het schijnt zelfs volgens de scheidende stripmaker des Vaderlands dat ik dat mag doen namens het onderwijs. Dat betekent dus dat minister Slob hier zijn goedkeuring aan verleent. En de beste man kan best wat credits gebruiken, denken wij. Dus wij vinden het heel goed dat hij mij daartoe de gelegenheid geeft.
Dus ik ga deze prachtige gids, Herman, aan jou overhandigen. En jij bent, zoals de Amerikanen zeggen, de stripmaker des vaderlands elect. 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 En het gaat toch een stuk gemakkelijker dan bij onze broeders aan de andere kant van de oceaan. Ja, het is ook een gift waar natuurlijk wel een puik, een bult werk aan zit. Maar goed, ik hoop je natuurlijk toch een paar keer tegen te komen. En hij gaat nu spoorslags naar het oosten van het land. Daar komt hij. Ja, dankjewel. Ja, ik heb hem. Zo. Nou, dit is hem. Hartstikke goed. Hij is niet zo dik als dat boek dat je net liet zien. Heel mooi. Naast hem zie ik hier, ja, smokkelaar. Oké. Okay. Nou is het zo dat als ik straks stripmaker des Vaderlands ben, ik ga me heel erg op bibliotheken richten. Hebben jullie misschien wel gehoord en gezien en gelezen. Dus ik ga meteen even kijken of deze boeken wel in de bibliotheek te krijgen zijn. Wacht even hoor, daar heb ik een heel handig dingetje voor zo. Oké. Okay. Nou, dat valt niet tegen, kijk. Ze zijn bijna allemaal in de bibliotheek te krijgen. Eentje niet, jaar 0 van Frank Meeuwse. Dat is nou jouw. Die zijn er niet uit. Die zijn niet verschenen. Dat verklaart een hoop. Maar je hebt hem wel gelezen. We hebben onze connectie. Een boek uit het jaar 0. Ja. Boek uit het jaar 0. Nou, dan is het heel goed. Want de rest is allemaal wel in de bibliotheek te krijgen. Maar wel buiten Drenthe. Kijk, dit is het gedeelte waarin Drenthe te halen is. En dat is De Genezing van de Krekel. En Hazes. Ik heb deel 1 van Hazes al gelezen. Hondsdol, Huidhonger van Michiel van der Pol, ik ook gelezen. Taxi en Weg van Nienke Kuipers. Die zijn in Drenthe gewoon te lenen. En de rest moet je dan bestellen. Die komt naar een andere provincie. Dus ergens in een andere provincie kun je die gewoon lenen. Maar als je moet bestellen, kost dat €3 of zo. Ik weet niet precies, om dat te laten transporteren. Het is natuurlijk mooi dat er in elke provincie zo'n exemplaar zit. Dus ik heb weer wat te doen, zou ik denken. Nou, leuk. Huidhonger is de enige die ik al gelezen heb van deze, zie ik even zo snel. Ik ben wel heel benieuwd naar Nadeel van de Twijfel nog. En Taxi, maar vooral Milan Hulsing vind ik altijd erg leuk om te zien. Nou, hartstikke goed. Ook Penelope, hier zie ik hem ook, ja. Nou, dit is de hele lijst. Zo. Hartelijk bedankt. Hier kan ik mee verder. Nou, ik voel opeens een last van me afvallen, Herman, hiermee. Ja, ik wens jou er heel veel succes mee. En ja, ik vond het weer heerlijk om samen te werken met jullie, Bas en Willard. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik geef het nu wel over en mijn termijn als stripmaker des Vaderlands zit erop. Maar er zit al een stemmetje in mijn hoofd dat zegt van, goh, misschien moeten we dit elke 2 jaar doen, toch even zo'n overzichtsgidsje. Want het is wel nuttig. Het voelt... Anders zie je elkaar ook nooit meer, hè? Anders ja, dan hoor je. Nee, ja. Dan zien we elkaar dan. Dus wie weet, wat mij betreft, ik ben nog niet weg uit de stripwereld. En ik vond het ook weer heel erg leuk om gewoon al die strips te kunnen lezen. En ik hoop dat iedereen, niet alleen in het onderwijs, maar gewoon iedereen het ook leuk vindt. En ja, dankzij dat je door het bladeren door zo'n gids, zelfs bij mij, die er zich helemaal op blind heeft gestaard de afgelopen weken, roept het een soort snoepwinkelgevoel op als ik er doorheen blader van, oh ja, dat is ook leuk. En ook kleurtjes en smaakjes en eens even kijken, kijken en vergelijken. Dus aan u, kijker en potentiële lezer, wens ik diezelfde ervaring toe. Nou, dan wou ik hierbij dit geheel afsluiten. Dank u wel, heren. Dank u wel. Heel graag gedaan. Geen dank. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ik zou graag het boekje ook nog even laten zien, maar we hebben hem niet meer, hè? Jammer, hè? Ja. Als Herman hem nou misschien dat Herman hem weer teruggeeft, dat hij dan in drieën splitst. Pak dan dat. Ik heb hem teruggeeft, dat hij in drieën splitst. Wacht even, hoor. Ja, oké. Ik heb er nu 3. Alsjeblieft, pak aan. Oh. Nou. Ja, dat is leuk. Hey. Ja. Een normale vermenigvuldiging. Je hebt de verkeerde, Margreet. Oh, ik heb de verkeerde. Herman, je moet wel een goede geven. Het is misgegaan in cyberspace. Dat krijg je een bug dan, hè? Ja. Nou ja, doe ik het weer. Ze hebben zo goed geoefend en dan krijg je dit. Maar ja.
Heb je nog mijn mondkapje liggen? Oh ja, laat het eens zien. Hey, cool. Waarom staat dat twee keer veelzijdig op? Omdat het dan... Ja, dat was namelijk zo. Dus als het dan open gaat, dan denk ik, is er tenminste eentje zichtbaar. Huh? Ja, dat is een beetje de kracht van de herhaling, hè? Oh, ja. Ah, ja. Het meest veelzijdige. Ja, dat komt van jou, hè? Heb ik gewoon gejat. Ja, dat is goed. Daar heb ik kan wel goede sier meegemaakt op school, dus ja. Mondkapjes van laten maken misschien. Ja, weet ik veel. En die dan verkopen. En dan, ja, misschien dat Margreet nog zou kunnen zeggen... Ja, let's make strips great again, zoiets. Dat was mijn slogan inderdaad 3 jaar geleden. Let's make comics great again. Let's make comics great again. Oh. En nou, zij zijn natuurlijk altijd great geweest. Maar denk je dat ze greater zijn nu? Hoe kijk je erop terug? Ik denk... wel dat er beweging zit in de publieke imago. Ik denk dat steeds minder mensen gaan denken van... oh ja, het is alleen maar Suske en Wiske en Donald Duck. Omdat ze steeds weer speldenprikken krijgen van... dat er ook andere dingen... Je hebt nou ook, laatst kwam dat boekje van Het Allerkleinste... van Robert Dijkgraaf en Dirk Ridder uitgebreid in de kranten. Jan-Jas en de Kinderen was gisteren nog op het journaal, geloof ik zelfs. Oké, okay, Jan-Jas hier in Hoorn, hè? Zit in het museum van de 20e eeuw, is een tentoonstelling over Jan-Jas en de Kinderen. Ja, nou dat is toch fantastisch. Het is wel de klassieke strip, een oude strip. Maar er is niks mis mee, toch, Herman? Levend is. Niks mis met die klassieke strip. Nee, dat vind ik wel mooi van Bas, want ik lees heel graag graphic novels. En Bas zegt de hele tijd, ja, mijn strips zijn toch sowieso mooi. En Margreet, ben je daar natuurlijk, door die gids lijkt het erop alsof jij vooral een voorstander bent van de graphic novels. En de traditionele strips, waar natuurlijk ook niks mis mee is, die even prachtig zijn en blijven. Vinden zij dat die er bekijkt van afkomen? Er zijn 1 of 2 mensen in de stripwereld die daar telkens mee op terugkomen van waarom nou weer die graphic novel, want er is zoveel anders moois. Ik heb gewoon echt gekozen voor met name dus het onderwijs. En waar moet je dan beginnen? Bij de literatuurlijst. En hoe krijg je docenten om door te zeggen van hier is een strip die zich meet met literatuur. En dat vind ik gewoon wat makkelijker met... een crowd, een taxi, dan met Apple of Agent 327. Of Flippy en Floppy Del 18. maar het is ook een kwestie, wat we gemist hebben misschien, of toch ook bewust achterwege hebben gelaten, is een verdeling in levels, hoe zeg je dat, niveaus. Want ik heb wel mail gehad ook van docenten van het VMBO, die zeggen van ja, maar welke titels uit deze gids zijn nou geschikt voor de VMBO-leerlingen. Want we zien dat er best wel moeilijke, dikke dingen tussen zitten. Zoals Andy van T-Pex. Nou, dat is echt hogere stripkunde. Dat moet je niet... dat is echt voor VWO-leerlingen, vind ik. Dus ik heb wel eens een grove indeling gemaakt... gewoon voor individuele leraren. Maar ik kreeg ook terug van een VMBO-leraar Nederlands... dat die inderdaad een prachtige lijst heeft... met Agent 327, Franca... en dat hij daar leeslijst van heeft gemaakt met vragen. Nou ja, dat werkt natuurlijk net zo... Het gaat erom dat ze gaan lezen. Willard, eigenlijk aan jou de vraag... Wat merk jij dan in jouw 25 jaar docentencarrière van de ontvangst van strips op school? Ik ben zelf veranderd. Want ik werk overigens 41 jaar in het onderwijs. Ik ben zelf altijd wel een striplezer geweest. Dus ik gebruikte in het begin van mijn onderwijscarrière, als ik literatuurgeschiedenis moest doseren, lesgeven daarin, dan gebruikte ik allerlei verwijzingen naar ridderverhalen. Die haalde ik erbij als voorbeeld. Maar als extraatje. Ik word nu gestoord door een poes. Pas een jaar of wat zal het zijn geweest? 15, 20 geleden.
toen dacht ik, ja, maar wacht eens even, Willard. Je gebruikt nu die strips als ondersteuning, maar er verschijnen zulke prachtige stripromans. Die zijn het gewoon waard om als zelfstandig kunstwerk, ja, noem het dan maar zo, te presenteren. Die hoeven niet alleen maar een rol te spelen als makkelijk aanknopingspunt of als voorbeeldje of als illustratie, maar die zijn het ook op zichzelf waard. En toen ben ik begonnen met, eerst heel, heel fout. Ik heb gewoon stripromans gekopieerd voor de hele klas. Dan legde ik het onder het kopieerapparaat en hup, 25 keer. En dan had iedereen tenminste dezelfde strip. En dan ging ik dat lekker lezen en erover vertellen en dingen laten uitzoeken. En toen dacht ik, ja, dit kan ook prima op de leeslijst. En toen heb ik natuurlijk om te beginnen mijn directe collega's overtuigd door stripromans te geven. En wat Margreet al zei, dan is het heel lekker als je iets hebt dat ook al een beetje bekend voor ze is. Dus zo kwam die strip van Grunberg en Hankel Kolk natuurlijk goed van pas. Want dan dachten die collega's, oh ja, Grunberg, dat zal het vast wel goed zijn. En dan kon je daarmee een hoop andere dingen doen. Dus uiteindelijk ben ik nu op het punt dat ik denk, nou ja, en mijn collega's ook. En ook collega's van andere scholen die bekend zijn geraakt met die stripromans, die zeggen, nou, dat is prima. Als leerlingen dat willen, dan mogen ze zo'n roman op een lijst zetten. En ik ken er geen één die zegt, het moet er minimaal zoveel zijn, maar als een leerling dat wil. En in de schoolbibliotheek waar ik werk, daar staat ook een metertje stripromans. En dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Want wat Herman al zegt, zijn lastig te vinden. Ja. Kopen, dat is voor de meeste leerlingen toch een stap te ver. Hoewel ik natuurlijk graag rond Sinterklaas zeg, vraag dit of dat. Ja. Maar die leerlingen stoten in de bibliotheek vaak een neus, in de openbare bibliotheek. Dus dat is natuurlijk een groot goed om daar eens aan te gaan werken. We hebben trouwens nog steeds een kortinglijst, hè, met graphic novels van de eerste gids. Die worden aangeboden door de uitgeverijen met fikse kortingen voor het onderwijs. Dat kan ik ook aan jou doorgeven, Herman. Is dat supergoed als dat? Boekenpakket dan, of zo, dan je zo van stadpakket aanschaft? Gaat het daarover? Dat kan vast ook wel. Dat doe maar. Oh, ja. Dat maar. Goed idee, Herman. Nou, ik moet echt oppassen met ideeën opperen. Wat moet jij zeggen, Herman? Dat neem ik mee. Hey, maar Willard, iedereen heeft het altijd maar over dat leesplezier van leerlingen, dat leerlingen niet meer willen lezen. Is dat ook jouw ervaring of luisteren we gewoon te veel naar de pubers tegenwoordig? Ik ben geen pessimist. Als je de statistieken bekijkt, dan wordt er vandaag de dag steeds veel en steeds meer gelezen dan in vergelijking met voorgaande jaren. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, als je de zaterdagkrant hebt en je gaat daar 2 uur in zitten lezen, dan heb je meer gelezen op die zaterdagochtend dan de gemiddelde Gouden Eeuwer. In zijn hele leven. Ja. Het is alleen wel zo dat het lezen van een roman, ja, dat staat enigszins in de verdrukking, omdat er natuurlijk ook heel veel andere dingen te doen zijn. En dat is waar. Ja, dat is een feit. Maar ik ben daar niet pessimistisch over. Het is natuurlijk leuk als... En strips hebben dat een beetje. Ja, zo viel ik zelf. Het heeft iets subversiefs. Dat is natuurlijk lekker. Het moet ook iets zijn waarmee je je onderscheidt. En ja, die mix van die twee dingen, dat vind ik natuurlijk superleuk. Ja, dus de leerlingen vinden het stoer om een strip te lezen in plaats van een boek. Ja, ja. Dat zou het mooiste zijn als ze dat effect bereiken. Oh, dat, ja. En als er ook nog mag voor de lijst, is het helemaal mooi, bedoel je? Dan is het dan, ja, zeker. Geoorloofd subversief. Ja, lekker, hè? Strips, geoorloofd subversief. Ja, het moet iets sexy zijn. Dat is toch, ja. Ik weet, ik heb dat in mijn klasse laten zien. Het is alweer een paar jaar geleden. Die had zo'n tv-programma 24 uur met. Dan zat iemand opgesloten en in een bepaalde aflevering zat Wilfried de Jong opgesloten met de jongens van dat bandje. Hoe heet ze? De jongens van de jeugd van tegenwoordig. Pepijn Laan. En Faber Jajo lag op de bank de stripromant te lezen. Hoe heet het? Van Burns. Over die enge mannen met uitgroei. Black Hole of zo is dat? Black Hole. Okay. Dat lag hij zo te lezen.
Ja, dat vind ik dus dat zo'n rolmodel dat op dat moment zit te lezen. Voor mij Pepijn Laan ook. Die hebben het boek van mij geleend. Om die reden. Voor mij Pepijn Laan ook meegewerkt aan een graphic novel onlangs, toch? Pepijn Laan heeft, wat was hij ook alweer? Die zat erin, toch? Ja, een hele hallucinerende strip heeft hij gemaakt samen met ene Floris. Ja. Ik heb bladzijde 19. Dus dat zijn goede ambassadeurs voor de strip natuurlijk. Hotel Dorado, ja. Met Floor van het Nederend, ja. Ja. Ja, er is ook een soort, er zijn natuurlijk allerlei gesubsidieerde leescampagnes, Herman. En een van die gesubsidieerde leescampagnes, die geeft elk jaar een soort boekje uit met drie verhalen voor leerlingen op middelbare scholen. Dat boekje heet Driepak. En daar stonden dit jaar drie verhalen in, waarvan één van de drie dus een stripnovelle was. Kijk. Van diezelfde Faber Jaijo, Pepijn Laande dus, en die Floor van het Nederend. Ook een of andere hallucinerend verhaal, maar heel grappig. Waarom moet het altijd hallucinerend zijn? Maar goed, maar ik neem het mee, ik neem het mee. Hallucinerend en autobiografisch, dat zie je veel bij je, bij graphic novels. En subversief. Ik weet Janus wel helemaal niks meer heb, maar ik neem het mee. Nee, goed, maar het is wel waar. Ik zag van de week iemand van de Partij voor de Dieren in Limburg, die werd gefotografeerd. Die stond in zijn favoriete stripwinkel. Die is met de lokale middenstand of zo. En dat is, gaat dan gelijk in met zo'n notitiedingetje, sla ik er ergens op. Van, oh, daar kan ik nog wel een keer wat mee met die beste. Kom maar. Nee. Even de kat aan zijn staart trekken. Ja, ik had er met de lijst vandoor. De kat. Hey, gaat-ie.